En op het moment zijn we bij Rick en we hebben iemand meegenomen. Nee, deze persoon was al mee natuurlijk. Die hebben gif opgehaald. Maar dat is... Jasmijntje! Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pat, zoals iedereen weet. En ik ben weer met mijn meisje. En met twee gekke mensen aan de telefoon. Aan bellen. En we hebben heerlijk geslapen in ieder geval. Dat zeker. Dus we gaan nu even lekker gordijnen op. Je bent niet gek, wil je zeggen. Wat zei je? Je bent niet gek, wil je zeggen. Nee, hoe kom je erbij? Nou. Kan je dat niet tegen straat, tegen kietelen? Nee, dat weet je niet. Ja, dat wel. Maar ik ga even in ieder geval gordijnen. En Ganja, waarom zit je de hele tijd te malen? Je hebt eten gehad. Wat wil je nog meer? Snoepjes. Ik wil snoepjes. Dat dacht ik al. Maar ik ga even gordijn open gooien. Mag dat gat? Want die zit met je been, hè? Dus ga ik even lekker gordijn open gooien. En we hebben een paar dingen te doen. Dat is naar Rick toe dadelijk. En we gaan iemand ophalen. Een engert. Echt één persoon gaan we ophalen. Je bent geen eng. Oh, ze hebben ineens felle licht in je bakjes. Zo. Niet eng ben. Dus, maar we gaan dan zo meteen richting station toe. En op het moment zijn we bij Rick en we hebben iemand meegenomen. Nee, deze persoon was al mee natuurlijk. Die hebben gif opgehaald. Maar dat is... Jasmijntje. Hi Jas. Hallo. Hoe is het met je? Oh, oh god, zit Rick ook in de beeld. Oh, nou wordt het gevaarlijk hoor. Heel gevaarlijk. En die zitten ze ook nog naast elkaar. Maar ook nog enger. Familie nee, van Bottoms. Je bent zelf eng. Ja, enger. Nee. Jawel. Soms. Dus, oh. Dan weet je dat. Hou je aan het ook naar zo'n krabben. Ja. Juist. Dan weet je dat. Ik weet alles. Nou, dat betwijfel ik. Ja. Hoezo betwijfel je dat? Gewoon daar betwijfel ik ook alles. Hoezo? Je moet niet alles willen weten. Ja, oké, okay, dat. Net ik zeg. Ja, zo. Ja! Ik weet wat ik moet niet over de. Ja, dankjewel. Nou, dan heb ik wel wat te lullen. Wat? Dan heb ik wel wat te lullen. Van wat? Zelf wat. Ja, weet ik ook niet. Nee. Dus. Oké. Okay. We gaan even lekker chillen. Ja, eigenlijk ja. Dingen gedaan wat eigenlijk helemaal niet op YouTube kan. Filmpjes. Ja, filmpjes kijken, foto's bekijken. Ik ga nu lekker klaarmaken om lekker slapen. Maar voordat we er wat gaan doen, ga ik even wat leuke dingen zeggen. We hebben Jasmijn even teruggebracht naar Sison. En we hebben een fotosessie gehad voor mijn stichting waar ik woon. En dat was super leuk om dat even te doen. Misschien dat jullie dat binnenkort in mijn stories zien. En dus wil jij mijn vlog meestal gaan checken? Check sowieso mijn Instagram, die hebben jullie waarschijnlijk al gezien aan het begin van de vlog. En ik ga nu klaarmaken om lekker te slapen. Het was een super leuke dag vandaag. Ik heb ervan genoten. En ja, we gaan nog kijken wat we morgen gaan brengen. En we gaan het allemaal zien. Ik heb even snel zitten te editen, moet ook al af en toe gebeuren. Want ja, anders komt het er niet af. En ik ben zo'n type, ik wil elke dag een vlog. En ik heb toch gordijn nog wat dit raar doen. Maar gaat het net weer goed. En wat ik al zei, ik ga lekker klaarmaken om buiten iets te gaan. Wat ik eerst ga doen is in ieder geval even fles water maken. En ja, zie ik voor de rest wel. In ieder geval dan lekker slapen. En dan gaan we dat zometeen lekker doen. Ik ga nu even lekker mijn bedje ingaan. En wat ik eigenlijk ook wil zeggen is dat ik de vlog wil afsluiten. Wat ik tegen jullie wil zeggen is dat ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Excuus dat het een korte vlog is, maar daar heb je ook wel momenten. We hebben eigenlijk heel veel zitten kletsen, Rick en ik en Jasmijn en Sanne. Heel veel lopen kletsen in ieder geval, maar wat dingen eigenlijk letterlijk niet op YouTube kan gezegd worden, vind ik. Vind mij dat iedereen kijkt anders op naar wat we eigenlijk gezegd hebben. Iedereen heeft een andere manier van, ah, dat kan eigenlijk wel of kan eigenlijk niet. Iedereen heeft eigen mening erover, maar in ieder geval, ik vind dat het niet kunnen. En ik wil ook in ieder geval... Nogmaals, iedereen bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zal het tof zijn als je me abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers voor je gloednieuwe vlog.
om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Nou, ze zijn er ergens mee bezig en we gaan kijken wat ze aan het doen zijn. Goedenavond. Wat zijn jullie aan het doen? Dat is nog een verrassing, hè? Straks mag je komen kijken. Oké. Tot zo. Tot zo.